De zomer is officieel voorbij. De temperaturen gaan weer naar beneden. Het wordt kouder buiten. Het gaat regenen. Maar wat je dan ook vaak hebt, is last van je oren. Het is natuurlijk verschrikkelijk vervelend. Maar ik heb een tip voor jullie waardoor je van je oorpijn afkomt. Maar voordat ik die laat zien, wil ik even vragen of je al bent geabonneerd. Zo niet, doe dat dan eventjes. En dan gaan we nu meteen naar de tip. Er zijn zat dure middeltjes te kopen in de winkel. Van druppels tot sprays voor je oren. Maar het is eigenlijk een veel makkelijker en natuurlijker middel om van je oorpijn af te komen. Namelijk kamillethee. Kamille heeft een ontsmettende en ontstekingsremmende werking. En ook een pijnstillende werking. En het enige wat je nodig hebt voor deze tip is wat kamillethee, wat watjes, een mok of een bekertje en gekookt water. Het is eigenlijk heel eenvoudig. Je zet gewoon een hele sterke bak kamillethee. Het water was al gekookt. Zo. En je vult het ongeveer tot de helft met water. Iets minder dan de helft. En laat het eventjes 10 minuten trekken. Het moet echt een hele sterke bak zijn. Kijk, ik heb een kwartiertje gewacht. En de thee is ook zeker donker. Het is echt een sterke bak dit. Nou ja, wat je dan doet is de watjes erin stoppen. Die duw je in het kopje of in het bekertje. Als je niet genoeg watjes hebt zoals ik in dit geval. Het is nog een beetje te zompig. Je wil namelijk niet dat het kokende water in je oren stroomt. Dan krijg je alleen maar meer pijn van. Dus doe er nog even wat extra watjes bij. Ja, dat ziet er beter uit. Check even of er geen water uitloopt. Nogmaals, je wilt het niet in je oren krijgen, want het is echt nog steeds kokend heet. Oké, wat je dan doet, is heel eenvoudig. Je houdt het kopje eigenlijk gewoon op je oor, alsof je aan het bellen bent. Maar dan met een kopje. En ga met je hoofd een beetje van links naar rechts, om het wat los te krijgen. Je hebt eigenlijk nu je oor aan het stomen. Oké, na een paar minuten is je oor lekker warm en dat komt door de stoom. En door de stoom wordt je oor losgetrokken. Alles wat vast zit, dat komt los. En als je even wacht, dan voel je een plopje. En dan stroomt al het prut lekker uit. En dus ook alle bacteriën en alle viezigheid. Probeer dit zelf ook uit en laat even weten in de reacties of het heeft geholpen. Je mag ook foto's plaatsen, het is niet zo smakelijk. Maar mag altijd. Laat in ieder geval weten of het werkt, of het is gelukt. Bij mij werkt het echt als een trein. En ik hoop bij jou ook. Vond je deze tip nou handig en wil je meer van deze dingen zien? Vergeet je dan niet te abonneren op het kanaal van Handig. Dat kan gewoon heel simpel door de knop hieronder te drukken. Laat een reactie achter, geef een duimpje omhoog, deel het met je vrienden en je familie en iedereen die last heeft van zijn oren. Mocht je dan nog zelf een tip hebben of een probleem, laat het dan ook even weten in de reacties, want dan gaan wij ervoor zorgen dat we die voor je oplossen. Tot de volgende keer. Dat is handig.